Ja, belachelijk. Twee systemen, niet nodig, zinloos en totaal niet relevant. AED-vrijwilliger Arie snapt er niks van. Is er eindelijk één landelijk netwerk met één app, komt het Rode Kruis met een eigen database. We verzoeken u vriendelijk om de AED te laten controleren op de volgende punten. Locatie, aanwezigheid, beschikbaarheid van de AED 7x24. Een verwarrend oproepje, want Arie zit al bij hartslag nu. En alleen die app staat in verbinding met de meldkamer van 112. Roep om hulp. Veel onbegrip. Veel burgervrijwilligers, maar ook eigenaren van AED's die zeggen, ja, maar ik snap dit niet. We hebben nu net onze schouders gezet onder dat ene uniforme landelijke systeem. Volgens het Rode Kruis is er niks aan de hand en zijn er twee totaal verschillende apps. Nou, in die app die wij hebben, de EHBO-app, kan je inderdaad als iedere Nederlander kijken van, goh, waar zijn AED's in mijn omgeving? Moet je dat wel willen? Ja, want dat zorgt voor meer bewustwording. Het Rode Kruis zegt, iedereen moet weten waar die dingen hangen. Ja, dat klopt. Degene die kan reanimeren. Want wat heeft het voor zin als iemand die niet kan reanimeren, dat hij weet waar hij hangt? Inmiddels zijn bij Hartslag nu 250.000 burgerhulpverleners aangesloten, die dit jaar al 2.500 keer in actie kwamen. Dit is een systeem wat in hoofdzaak gedragen wordt door alle ambulancediensten in Nederland en de Hartstichting. Maar het Rode Kruis zegt, bel 112 en ga een AED zoeken in de buurt. En daar gaat het mis in onze ogen. Ze zijn vooral bang voor tijdverlies met twee apps. Als je in die situatie zit, bel 112. Wat ga je in noodsituaties krijgen? Dat mensen misschien wel eerst de app gaan kijken en niet gaan reanimeren, wat juist zo belangrijk is. Het gaat om mijn moeder, het gaat om uw oma, het gaat natuurlijk niet om een app. Het gaat om het redden van levens.